Er moeten mensen zijn die het lef hebben. Er moeten scholen zijn, lerende organisaties zijn die het lef hebben om, om anders naar dingen te kijken. Toen dacht ik, nou dan moet ik het misschien zelf gaan doen. Zelf leiding gaan geven aan een school. Om een systeem te creëren of een ecosysteem te vormen. Een leerspeel, werkomgeving te creëren waarin... Waarin niet alleen de kinderen leren, maar waarin ook mensen leren en waarin je als organisatie leert. Wat je veel ziet op reguliere scholen, is dat het systeem leidend is. Er wordt per jaar bepaald hoeveel een gemiddeld kind zou moeten leren en wat een gemiddeld kind zou moeten leren. Dat wordt opgedeeld in leerjaren, ingedeeld in klassen. Daar staat dan één leerkracht voor die vaak leidend is. Door het bouwen van rijke speelleeromgeving, door het bouwen van hoeken waar kinderen echt zelf kunnen gaan ontdekken, waarin ze spelenderwijs kunnen leren, zie je dat er heel veel meer mogelijk is. Het is niet zo dat het leren van kinderen alleen maar plaatsvindt tussen nou ja, 8:30 's ochtends en 2:30 's middags. Dat is een doorlopende lijn. En zo is het ook vormgeven binnen Laterna Magica. Dus wat we proberen is om zoveel mogelijk schotten daarin weg te halen, zoveel mogelijk expertise te bundelen. Om het leerproces en het ontwikkelproces van de kinderen zo vloeiend mogelijk te laten zijn. Daar is een kookmeester die geeft iedere dag kooklessen aan verschillende groepen kinderen. En toen kwam het idee om de maaltijden die daar eigenlijk bereid worden, om die ook weer te gaan verkopen. Dus dat ouders dan, als ze hun kinderen kwamen ophalen, ook bij de takeaway hun maaltijden konden meenemen. Dus je was niet zomaar aan het koken, maar je was aan het koken omdat er ook... Dat werd ook verkocht, wordt ook verkocht. En dat is eigenlijk de manier waarop er steeds over nagedacht wordt. Hoe kunnen we het zo echt mogelijk maken? Hoe kunnen we echt onderzoekend kinderen laten leren? Hoe kunnen we op zoek naar die nieuwsgierigheid en van daaruit gaan werken? Dat zelf zicht hebben op je eigen leerprestaties, maar ook op je eigen brede ontwikkeling. Zelf keuzes kunnen maken, zelf ook je manier kunnen vinden om te leren. En daarin aan te geven wat er nodig is. En wat je van wie nodig hebt. En zelf daar aan het roer te staan, dat doet iets fantastisch met kinderen. Ik hoop dat onze kinderen en alle professionals die daar werken binnen Laterna Magica hele zelfbewuste mensen zijn, niet alleen voor zichzelf, dus doe ik de dingen goed, maar ook de vraag kunnen beantwoorden, doe ik de goede dingen? En doe ik de goede dingen in deze samenleving, dus met elkaar? En hoe verhoud ik me ook tot de wereld en tot anderen? En als ik het ergens niet mee eens ben, of als ik denk dat het anders kan, dat je dan de tools ontwikkeld hebt om dat ook te gaan doen. En het kan op zoveel andere manieren dan het nu in het systeem ingebouwd is. En als we dat durven, als we daar het lef voor hebben, als we daarin naar onszelf durven te kijken, dan denk ik dat we onze kinderen ook beter kunnen voorbereiden. En dan denk ik dat we uiteindelijk ook een socialere en een mooiere samenleving kunnen bouwen.